Ik hoor het niet, maar... Nee. Ik hoor het niet, Michel. Hoor jij het? Doet hij het? Ja, nu wel. Over een paar minuten dan gaat de livestream aan. Dus ik wil u verzoeken om te gaan zitten en niet meer van uw plaats te gaan. 8:01 dan komt de commissaris binnen en het burgemeesters-echtpaar met de commissie van in- en uitgeleide. Ik heb voorafgaand daaraan nog een paar huishoudelijke mededelingen. We hadden ons deze bijeenkomst, net als die van afgelopen vrijdag, heel anders voorgesteld. In ieder geval met veel meer mensen om ons heen en minder afstandelijk. Maar door corona hebben we het programma gaandeweg steeds moeten aanpassen. En dat is jammer. Toch zullen we de huidige regels strikt moeten naleven in het belang van ons aller gezondheid en onze voorbeeldfunctie naar de inwoners toe. Gelukkig is deze bijeenkomst live te volgen en ook naderhand terug te kijken. Hoort u het niet? Ik hoor het zelf heel hard. Michel, het is achterin niet te horen. Ik hoor ook niet wat hij terugroept. Ik vervolg mijn huishoudelijke mededelingen. Horen jullie me nu wel? Ja, beter? Ja, ligt toch aan het apparaat, want ik praat niet harder dan net. Na iedere spreker zal de plek rond de microfoon worden schoongemaakt. En wij verzoeken u, dat zei ik net al, om tijdens de vergadering te blijven zitten en als u weer gaat lopen een mondkapje op te zetten. Ik zal in de volgorde de onderdelen van het programma aankondigen en als we aan het eind gekomen zijn en onze nieuwe burgemeester heeft als voorzitter de vergadering gesloten, dan verzoek ik u ook allemaal nog te blijven zitten en de aanwijzingen van het gereguleerde vertrek op te volgen. Goedenavond allemaal. Hierbij open ik de bijzondere raadsvergadering. En ik verzoek u allemaal een moment voor stilte om ieder hier aanwezig in staat te stellen zich in overeenstemming met geloof of levensovertuiging voor te bereiden op de raadsvergadering. Ik constateer dat mevrouw Van der Poel en de heer Goossen van PZ afwezig zijn. Vanavond de beëdigingsvergadering. Fred, ben je er klaar voor? De dag waarvan je misschien niet dacht dat die zou komen. Maar toch, het gaat gebeuren. Commissaris, klaar voor? Kijk, daar gaan we beginnen. Ik geef het woord aan de ceremoniemeester van vanavond, mevrouw Buijs. Ja, we mogen deze vergadering voortzetten door het koninklijk besluit te horen wat onze koning heeft genomen in zaken de benoeming. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, 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 besluit van 4 september 2020, houdende benoeming van een burgemeester in Zoeterwoude. Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 september 2020, nummer 2020-51-59-73,
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Directie Democratie en Bestuur, Afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, ja, een mond vol. Gelet op artikel 61 eerste lid van de gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan met ingang van 7 oktober 2020 te benoemen tot burgemeester der gemeente Zoeterwoude, de heer F.Q.A. van Tricht te Hillegom. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Nou, dat zijn wel heel plechtige woorden en daar hoort ook nog een plechtige handeling achteraan. Dat betekent dat de heer van Tricht beëdigd zal worden door de commissaris van de Koning. En ik nodig u dan beide ook uit om voor het podium plaats te nemen, zodat iedereen het kan zien. En ik nodig de kabinetschef uit om de akte voor te lezen. En wil ik wel verzoeken om te gaan staan. Heden, de 7 oktober 2020 heeft de heer F.Q.A. van Tricht bij koninklijk besluit van 4 september 2020 nummer 202-300-173-93 benoemd tot burgemeester van de gemeente Zoeterwoude in handen van mij, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, in gevolg artikel 65 van de gemeentewet, de volgende eed afgelegd. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dan mag u nu de akte tekenen. Mag ik nu de heer Smit verzoeken om de heer van Tricht toe te spreken. Meneer de burgemeester. Goed, hè? En dames en heren. U hebt mij net gevraagd in de consistorie, heet dat hier, of ik al eens eerder een burgemeester heb geïnstalleerd en beëdigd in een kerk. Ja, dat is het geval. Dat was jaren geleden in Noordwijk, dus het is nu weer hier in deze prachtige kerk hier in Zoeterwoude, waarin we alle ruimte hebben om coronaproof met elkaar dit heugelijke feit te vieren. Wat fijn dat we deze belangrijke bijeenkomst vandaag hier kunnen houden. En het is pas de tweede keer sinds de uitbraak van COVID-19-pandemie dat de beëdiging van een nieuwe kroonbenoemde burgemeester in de provincie Zuid-Holland doorgaat op de dag die daarvoor in de agenda staat. Andere collega's van jou die starten onbeëdigd. En die moeten wachten op het moment dat het wel kan. En wij hebben hier met elkaar, of jullie hebben hier met elkaar georganiseerd dat het kan op de dag die afgesproken is. Een paar weken geleden heb ik jouw collega in Hoekse Waard beëdigd. Die was al 170 dagen onderweg. Dan had ik wel met hem afgesproken dat hij
zich zou gedragen, maar het is toch belangrijk dat die eed ook afgelegd wordt. Dat kunt u een ritueel vinden, maar dat is toch echt een openlijke bevestiging van de belofte die je doet. En dat is niet niks, dat is gewoon belofte doen, ik zal mij hier gedragen zoals het mij gevraagd wordt. Het is een bijeenkomst met een formeel karakter, want een beëdiging dient wettelijk ten overstaan van de gemeenteraad te worden gedaan. En ik vind het daarnaast ook een bijeenkomst met een feestelijk karakter, op een heugelijke dag voor heel Zoeterwoude. En het alles, zoals ik zei, binnen de regels en richtlijnen georganiseerd. Mijn complimenten daarvoor. Het was nog hartje zomer toen bekend werd dat de gemeenteraad van Zoeterwoude Fred van Tricht voordroeg als nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Overigens, Ellen, ook jij natuurlijk zeer van wel, hartelijk welkom, want ik heb je al even aangesproken als burgemeestersvrouw, maar voor jullie is het allebei gewoon fonkelnieuw. En ik neem aan dat er ook familie van jullie zitten. Wie is familie van Fred en Ellen? Kinderen? Nou, wees er maar trots op. Wederzijds overigens. Maar het was nog hartje zomer toen bekend werd dat de gemeenteraad van Zoeterwoude Fred van Tricht voordroeg als nieuwe kroonbenoemde burgemeester. En direct nadat het nieuws naar buiten kwam, liet hij weten, en ik citeer: het mooie groene Weidse bedrijvige Zoeterwoude is een prachtige uitdaging. Ik heb er zin in. En we zijn nu 3 maanden verder en het is zover, de uitdaging begint. Dit is een bijzonder en belangrijk moment voor de nieuwe burgemeester, maar ook voor Zoeterwoude. En bij zo'n moment passen gelukwensen. Allereerst voor Fred van Tricht, zijn vrouw Ellen en zijn andere geliefden en naasten. En uiteraard ook voor Zoeterwoude, college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. En zeker ook voor alle inwoners, bedrijven en instellingen en organisaties. De procedure om te komen tot een nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Zoeterwoude is uitstekend verlopen. We hebben met elkaar een gesprek gevoerd voordat de procedure startte. En uiteindelijk besloten met elkaar, we gaan die procedure openen. En op 5 maart van dit jaar was ik te gast in de raadsvergadering om de profielschets van de nieuwe burgemeester op te halen. En we hebben die avond een goed gesprek met elkaar gevoerd. Ik heb u complimenten gemaakt voor het opgestelde profiel. Zo'n 300 reacties uit de Zoeterwoudse samenleving waren erin verwerkt. Dat zegt iets over de lokale betrokkenheid. Percentueel kan ik u zeggen, dat is fors meer dan dat ik op andere plaatsen wel eens tegenkom. Zoeterwoude zocht, en ik vat het kort samen, een mensgerichte, integere, benaderbare burgemeester, gericht op draagvlak en verbinding. Een boegbeeld ook, zowel binnen als buiten de gemeente. En uiteraard iemand die de kernwaarden van Zoeterwoude met trots kan onderschrijven: Weids, groen en sociaal en ondernemend. Er waren 26 kandidaten die graag burgemeester van Zoeterwoude wilden worden. Een hoge stapel brieven kwam op mijn bureau, want zo gaat dat. Als u burgemeester wilt worden in een gemeente in Zuid-Holland, dan schrijft u een brief aan de majesteit door tussenkomst van de commissaris van de koning. Die brieven komen bij mij en ik maak een eerste schifting van benoembare kandidaten. Daarna kwam de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad bij mij en hebben we met elkaar die shortlist doorgenomen en zij zijn de gesprekken aangegaan met die kandidaten. En zo is het gegaan en kwam de aanbeveling tot stand. En Fred van Tricht bleek de beste kandidaat. Zoeterwoude en Fred van Tricht hebben voor elkaar gekozen. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Fred van Tricht heeft ervaring in verschillende managementfuncties in de sportbranche en als wethouder in Hillegom, een gemeente die in sommige opzichten te vergelijken is met Zoeterwoude, alleen Hillegom is iets groter. Maar ook een hechte gemeenschap, een dorp met een eigen cultuur en een eigen duidelijke ook geschiedenis. En vanuit die bestuurlijke ervaring kent Fred ook de regio en de onderlinge samenwerking tussen de gemeentes in dit gebied. En verder is Fred energiek, vriendelijk en toegankelijk en bovendien optimistisch van aard.
Er valt me nog iets op. Het is ook niet zo moeilijk te zien, de nieuwe burgemeester is een man. Nou, en, zult u zeggen, wij discrimineren niet, de beste kandidaat wordt het. En natuurlijk gelijk heeft u, maar toch, het is wel even wennen aan een meneer de burgemeester, na bijna 16 jaar een mevrouw de burgemeester. Is Liesbeth er ook trouwens, of niet? Helemaal achteraan, Liesbeth. Heb je daarvoor gekozen of heb je ze dat aangedaan? Aangewezen zelfs. Nou, je wordt wel op je plaats gezet. Ja. Fijn dat je er bent. Want het is toch wel even wennen dat Liesbeth nu Fred heet. Beste mensen, ik zeg zo graag nog iets over die prachtige uitdaging die Fred van Tricht hier in Zoeterwoude te wachten staat. Maar eerst kan en wil ik niet heen om het afscheid van Liesbeth Bloemen. En nu weet ik ook waar ze zit. Ze was tot afgelopen weekende de ene langstzittende burgemeester van Zuid-Holland. En burgemeester Bloemen trad hier aan eind 2004 met de ambitie een goede dorpsburgemeester te zijn. En dat is zij al die jaren gebleven. Zo heb ik haar ook leren kennen in die afgelopen 7 jaar dat ik haar in de relatie tussen burgemeester en commissaris heb meegemaakt. Authentiek, betrokken en benaderbaar. En soms ook een beetje eigenwijs. Maar dat maakt haar ook authentiek en een waardevolle burgemeester. Tussen de mensen als burgermoeder en boven de partijen als burgemeester die het beste voor Zoeterwoude wilden. Voor de gemeente en de gemeenschappen, voor iedereen in het dorp. In het dorp, in Rijndijk, in Weipoort en Gelderswoude. Ik heb Liesbeth leren kennen als een burgemeester die staat voor haar gemeente en hoewel ze vrouw is, haar mannetje stond. Heel bijzonder dat Liesbeth Bloemen 28 afscheidsbezoeken aan inwoners, bedrijven en instellingen heeft gebracht. En dat allemaal coronaproof. Een van de cadeaus die ze kreeg was een ontmoetingsbank die voor haar huis komt te staan. Zeer treffend gekozen, ontmoeten, daar ging het haar om. Dat ze de Zoeterwoudse klaver mag opspelden, jullie lokale onderscheiding, is volgens mij een terechte waardering. En ik wil Liesbeth Bloemen ook op deze avond hier in het openbaar veel dank zeggen voor haar werk als burgemeester van Zoeterwoude en ook voor de prettige contacten die wij in de relatie die we hadden als commissaris en burgemeester hebben mogen hebben. Ik zou graag zeggen een hartelijk applaus voor Liesbeth. Dames en heren, een tijdperk is afgesloten. Een nieuwe periode begint met een nieuwe burgemeester. En ik ga ervan uit dat iedereen in Zoeterwoude veel van Fred van Tricht verwacht. Ik doe dat ook. En ik ga er ook vanuit dat hij zijn werk op zijn eigen manier gaat doen. Als burgemeester in deze bijzondere gemeente, die ook fungeert als een beetje derde wethouder. Daar hebben we het van de week nog over gehad. Ben ik nou een wethouder met een beetje burgemeesterstaken of ben ik burgemeester met een paar wethouderstaken? Dat laatste is het geval. Je bent burgemeester zometeen, dat ben je, ik heb je net beëdigd, met een paar wethouderstaken, want zo hoort het ook bij die kleine gemeente, kleine gemeenschap hier in Zoeterwoude. Als burgervader en als boegbeeld. En daarmee is een belangrijke persoonlijke uitdaging voor de nieuwe burgemeester genoemd. Ik voeg daar kort nog een paar inhoudelijke aan toe. Zoals alle gemeenten heeft Zoeterwoude volop te maken met de gevolgen van de coronacrisis, het coronavirus. Dat heeft zeker ook budgettaire consequenties voor gemeenten, terwijl er in dat opzicht al structurele problemen zijn, bijvoorbeeld in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. In het sociaal domein staan de zaken echt onder druk. En niet voor niets geven de gemeenten samen via de VNG stevige noodsignalen af richting het Rijk. En ook als provincie hebben daar ikzelf met mijn gedeputeerde Floor Vermeulen een brief over geschreven naar het kabinet. Het zijn signalen die de provincie ondersteunt. In deze spannende tijden van corona zou je bijna vergeten dat er ook een paar heel wezenlijke transities spelen. Een overgangstijd waarin we zoeken naar nieuwe antwoorden op de vragen van vandaag en morgen
omdat de antwoorden van gisteren het niet meer doen. En we leven, zeg ik altijd, in een tijdperk van veranderingen en die gaan geen gemeente voorbij. Ik noem de verdergaande digitalisering en de aanpassingen die nodig zijn vanwege klimaatverandering. En actueel, zeker in dit gebied, zijn ook de stikstofproblematiek en de energietransitie. We staan voor grote opgaven met elkaar en daar zoeken we met elkaar naar antwoorden op. En dat vraagt creativiteit, innovatie, maar ook politieke moed en bestuurlijk lef. Een belangrijke ambitie voor Zoeterwoude ligt de komende jaren in de woningbouw. Er ligt in de hele provincie een enorme opgave waar het gaat om het bouwen van nieuwe woningen. En gaat deze gemeente inderdaad groeien naar rond de 12.000 inwoners, zoals wel wordt verwacht, dan betekent dat nogal wat. Het is namelijk een groei van tientallen procenten. En als laatste uitdaging voor Zoeterwoude en dus voor burgemeester Van Tricht, wijs ik op het belang van de samenwerking in de Leidse regio. Dat blijft een belangrijk thema hier, de gemeenten rondom Leiden en met Leiden samen. Daar hebben we vaak met elkaar over gesproken, ook in aanloop van deze avond en ook in aanloop van de procedure die we vanavond afronden. Maar we hebben met elkaar een verantwoordelijkheid om de Leidse regio, waar u toe behoort, om die ook klaar te maken voor de toekomst. En Zoeterwoude is van plan te blijven investeren in de eigen bestuurskracht. En ik zeg tegen u, zet die eigen kracht en ook die eigenzinnigheid en die eigen kracht, zet die ook in voor de regio. Want dan maakt u met elkaar onderdeel van uit. En daar ligt een deel van uw bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de samenwerking met andere gemeentes kunt u de kansen en de mogelijkheden pakken. En dat is goed voor de inwoners hier in Zoeterwoude, maar ook voor de hele regio. Dames en heren, omdat Zoeterwoude de kleinste gemeente is van Zuid-Holland, worden er wel eens vergelijkingen gemaakt en doet het zelf ook met een bekend dorp uit een bekende strip. U doet het hier zelf ook en ik doe het ook. Ik ken die strips en ze zijn natuurlijk hilarisch. En natuurlijk valt mij op dat het in die verhalen vaak gaat over het weerstand bieden en de zelfstandigheid. De hele wereld mag om ons heen veranderen, maar wij maken hier zelf de dienst uit. En in elke aflevering van die strip speelt vers gebrouwen toverdrank een belangrijke rol. Hier ook. Wat mij ook fascineert is de manier waarop in dat beroemde dorp de leider op handen wordt gedragen, ja zelfs op een schild wordt gehezen. Voor mensen die wat jonger zijn, het gaat over Asterix en Obelix. Is dat nog iets wat gelezen wordt door jonge lui of niet? Of ben ik al zo oud en... Zegt jullie dat wat, Asterix en Obelix? Ja? Gelukkig. Maar goed, die leider daar wordt op dat schild gehezen. En vandaag wil ik dat aspect benadrukken. Zoeterwoude hijst vandaag, 7 oktober 2020, een nieuwe leider op het schild. En ik spreek de hoop dat de mensen hier hem op handen willen dragen en niet gaan lopen wiebelen onder dat schild. Want het is wel lekker dat je op een schild gehezen wordt, maar als er één onder vandaan loopt, dan weet u wat de gevolgen zijn. Dus u bent met elkaar verantwoordelijk om dat schild ook zo in balans te houden dat deze man straks zijn werk hier goed kan doen ten dienste van dit dappere dorp. En ook zo dat ze over een tijdje zullen zeggen, Fred van Tricht is echt een Zoeterwouwer geworden. Het is mijn overtuiging dat u er samen iets moois van kunt maken en gaat maken. En geef elkaar daarvoor ruimte en vertrouwen. Geef deze man de ruimte om op zijn eigen manier zijn weg te vinden en duw hem af met vertrouwen en laat hem zelf ontdekken hoe dat hier in Zoeterwoude gaat. Je zult nog voor een deel moeten ontwethouderen, niet helemaal, want je blijft nog een beetje ook wethouder, maar met name de burgemeester. Geef hem de tijd en de ruimte om op zijn manier die burgemeestersrol te vervullen. En ik ben ervan overtuigd dat het hier goed gaat. Ik wens iedereen de komende tijd veel succes en plezier met elkaar. En vandaag met name Fred van Tricht. Vanaf nu is het aan de slag. Dank u wel. Mag ik nu de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, Arjan Baks, uitnodigen.
Ja, het is vervelend om naar meneer Smit te moeten spreken. Want dat gaat u zo makkelijk af. Dus ik ga mijn best doen. Beste Ellen, ik richt het woord even tot jou. Wat leuk dat je hier bent en wat fijn dat je ook je man hebt meegenomen. Het is namelijk wel een beetje onze schuld, en met ons bedoel ik de gemeenteraad van Zoeterwoude, dat je hier woensdagavond in deze kerk zit in plaats van op de bank in Hillegom. Want wij als gemeenteraad hebben in maart, en de commissaris heeft het al benoemd, de profielschets aangeboden. En ik heb begrepen uit een onlangs een filmpje volgens mij op Sleutelstad, dat je dan moet zeggen, de commissaris van de koning in de provincie Zuid-Holland. Dan heb ik dat goed onthouden. De zoektocht naar de opvolger van Lisbeth, ze is er, begreep ik. Ik had haar nog niet gezien, want ik zat... Oh, daar. De opvolger van Lisbeth gingen wij zoeken. Na 15 jaar dat wij één burgemeester hebben gehad. 15 jaar, dat is... ik ben wel iets ouder, maar... heel veel jongeren in ons dorp kennen maar één burgemeester. En dat is mevrouw Bloemen. Dus... wij hebben die profielschets aangeboden en gelukkig voelde Fred zich geroepen om te reageren op deze bijzondere vacature. Gelukkig voor ons, want we kunnen wel vaststellen, hij had gelijk dat die profielschets bij hem paste. Want daarom is het, Ellen, dat jij hier nu zit, naast hem. En dat jullie zelf straks het mooie en geliefde Hillegom achter jullie zullen laten. Dat hebben we net al gehoord en we hebben dat ook gelezen in de pers. Ja, Fred, in januari begonnen wij al met de hele reis. En de reis begon in maart voor jou met het reageren op de vacature. De reis werd vreed verstoord door corona. Alleen wij hebben samen met de commissaris en zijn kabinet door die crisis heen gelaveerd om toch op de afgesproken datum 7 oktober vandaag hier te mogen zijn. En toch een beetje een feestje te hebben, al is het beperkt. Je bent als winnaar uit de bus gekomen. En je krijgt straks de spreekwoordelijke medaille. Die heeft Ton nu nog om zijn nek. Maar die krijg je dan om je nek gehangen. Nog even wie het vergeten is. Fred liet 18 mannen en 7 vrouwen achter zich in deze race. Dus dat was nogal wat. Het was een sterk veld. Maar Fred komt uit de sportwereld en hij is niet vies van een beetje competitie. Heeft hij wel eens verteld. Het lastige van de kandidaten is echter dat die niets van elkaar weten en je kan alleen maar winnen op eigen kracht. Nou ja, en dat is jou gelukt. Vandaar dat iedereen hier nu in wat afgeslankte versie wel aanwezig is voor jouw installatie. En hopelijk heeft deze avond minder weg van een tandartswachtkamer dan je afscheid in Hillegom was. Dat hebben wij ook mogen lezen. Wij hebben de laatste tijd de Hillegomse pers heel erg in de gaten gehouden. Maar wij als raad hadden wel wat te kiezen. De 26 mensen die al genoemd werden, die wilden dolgraag burgemeester worden van onze mooie gemeente. En we hebben er maar één nodig. En die hebben we gevonden. We zijn blij en trots dat jij dat bent, Fred. Toen ik jou belde op maandagavond 13 juli, nog voordat het zo heel erg warm werd, toen zei jij tegen mij, ga weg. Echt? Dus ik neem aan dat je nu... echt wel weet dat je nu wel burgemeester bent ondertussen. Het is echt. En wij gaan ervan uit dat je nog steeds er heel veel zin in hebt. Je bent een bekende in de regio. We zaten al samen in Holland-Rijnland. Maar toch zal je gaan verhuizen van de Duinenbollenstreek naar het Veenweidegebied. Wij hebben in de pers begrepen, en net heb je het ook al gezegd, dat je een plekje hebt gevonden in onze mooie gemeente. En binnen afzienbare tijd kom je ook naar ons toe. Dat is tenminste... snelheid. Graag wil ik nog even stilstaan bij de zoektocht en het proces. De commissaris heeft er al even over gesproken. Het begon in januari dat wij op zoek of op jacht mochten naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Toen volgde de profielschets. Dat was een hele opgave, want de laatste profielschets die onze raad heeft opgesteld was 15 jaar oud. En die hebben we erbij gezocht en dat was 1 A4'tje. En dat was het. Maar tegenwoordig is een profielschets, en dat heeft iedereen wel gezien, een echte brochure waar je je gemeente wel mee lijkt te verkopen. Iets wat wij overigens niet zullen doen. Dankzij onze communicatieafdeling, en die wil ik wel even benoemen ook, is er in een rap tempo in de nieuwe huisstijl een prachtig boekwerkje geproduceerd. En ik heb er nog steeds 1 exemplaar en die zal ik ook altijd bewaren.
want het is echt een prachtige profielschets geworden. En nogmaals, op jouw lijf geschreven. Maar wij hebben wel aan onze inwoners gevraagd wat zij dan zochten in een burgemeester. En zoals de commissaris al aangaf, het waren 328 inwoners die gereageerd hebben. En dat was volgens onze extern adviseur ook heel veel. Die zei, ja, als je de 50 hebt, dan is dat wel normaal. En toch hebben we een aantal respondenten teleur moeten stellen in onze zoektocht. Want veel opmerkingen waren, ja, we zoeken een tweede Liesbeth. En dat is helaas niet gelukt. Je bent Fred en het was mooi, zoals de commissaris net zegt, Liesbeth heet nu Fred. Maar zoals wij kunnen inschatten, voldoe jij aan alle wensen van de inwoners. We hebben natuurlijk altijd de profielschets nog, dus die zullen we af en toe nog wel eventjes ernaast leggen. Over de rest van de procedure valt niet heel veel te vertellen. Behalve dat ik hier wel persoonlijk iets over wil vertellen. En nu ik zo'n procedure heel dichtbij heb mogen meemaken, ben ik er echt van overtuigd dat deze procedure ervoor zorgt dat je met de beste en de beste kandidaat overblijft die het burgemeesterschap voor jouw gemeente, voor onze gemeente mag gaan vervullen. Het is wel tijdrovend, het is wel heel accuraat, grondig, maar heel erg bijzonder. En ik ben dan heel erg trots dat ik daar onderdeel van heb uit mogen maken. En de raad beslist uiteindelijk wel wie het boegbeeld van de gemeente wordt, wie op dat schild staat. Maar ja, over een paar jaar is het weer, of twee jaar is het weer verkiezingen. En dan kan de raad bij wijze van spreken helemaal verversen en het college, maar dan zit jij er nog. Dus het is best een klus. En je wordt directe collega van de wethouders en van de gemeentesecretaris en alle medewerkers van de organisatie. En de raad, ja, die zie je wel eens, maar niet dagelijks in ieder geval. Dus het was een hele bijzondere reis die wij meegemaakt hebben. En bijzonder trots dat we hier samen zijn om toch burgemeester van Tricht te mogen feliciteren later deze avond. Dus Fred, voor de komende 6, 12 of meer jaren ben jij onze burgervader. Liesbeth heeft het 16 jaar met ons uitgehouden en momenteel strijden twee mannen van 74 en 77 jaar om het presidentschap in Amerika. Maar in Nederland moet je op je 70ste afscheid nemen als burgemeester. Dus Fred, ik ga niet verklappen of jij het record van Liesbeth gaat verbreken. Dat sommetje kunnen de mensen zelf maken of je vertelt het ze maar. Gisteravond hadden wij nog even contact via de app en dat was toch wel even bijzonder, want ja, morgen gaat het gebeuren. En je appte, en leuk dat de commissaris het ook zei, je appte, het is tijd om aan de slag te gaan. Nou ja, die tijd is dan nu eindelijk gekomen en ik spreek namens de hele raad en ook de twee die ziek thuis zitten, dat ik jou, Ellen, maar ook Jasper en Lisanne veel plezier en geluk toewens in het mooie Zoeterwoude. En vooral Ellen, veel woongeweld op jullie plekje, op jullie nieuwe plekje. Want je zei in juli tegen ons, wij zoeken voornamelijk een plekje. En daarnet bevestigde je nog, dat hebben we gevonden. Fred, heel veel succes, maar ook heel veel plezier als burgemeester van deze mooie gemeente. Welkom. Volgende in de rij is de lokale burgemeester Ton de Gans. Beste burgemeester, beste Fred. Nog geen week geleden stond ik hier om namens het college afscheid te nemen van je voorganger Liesbeth Bloemen. En vanavond mogen we jou al verwelkomen als onze nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Van harte gefeliciteerd met je benoeming en je installatie vanavond. En die felicitatie geldt uiteraard ook jou, Ellen, en jullie kinderen en de rest van de familie. Namens het college heet ik je van harte welkom. We verheugen ons op een goede en plezierige samenwerking. Vanaf vandaag werk je mee aan een nieuw hoofdstuk van de toekomst van Zoeterwoude. Bouwen we samen verder op een stevig fundament van deze zelfbewuste en zelfstandige gemeente vanuit de kernwaarden, en ze zijn vanavond al een paar keer genoemd, groen, wijds, ondernemend en sociaal. Met jou als boegbeeld. Samen voor en met onze inwoners, onze bedrijven, de gemeenteraad, organisatie,
en als college, als onderdeel van Team Zoeterwoude. Sport, bewegen en gezondheid die lopen als een rode draad door je carrière. Je zult, vermoed ik, dan ook geen burgemeester zijn die heel veel achter je bureau zult zitten. Je zult veel gaan ontdekken en kennis maken. In de profielschets stond onder meer een zin: de ideale burgemeester zorgt dat Zoeterwoude Zoeterwouds blijft. Zoeterwoude Zoeterwouds laten zijn. Of, zoals ik hem vertaal en volgens mij zoals die ook bedoeld is, waar gemeente en gemeenschap samenvallen. Van korte lijnen, van betrokkenheid, een hoog percentage aan vrijwilligers dat er samen de schouders onder zet en het goede voor Zoeterwoude doet. En dat vraagt niet om stilzitten, om vasthouden aan het bestaande, maar om continu onderhoud en aanpassen waar nodig. Want door verandering kan blijven wat belangrijk is. Alleen dan blijft er sprake van duurzame verbinding. Die verbinding geldt ook voor verschillende grote opgaven voor de komende tijd. Er zijn er al een paar genoemd door de vorige sprekers en ik noem ze nog een paar. De energietransitie. Welke impact gaat die hebben op onze kernwaarden groen en wijd? Ondernemers die al actief meedenken over het bijdragen en het aan die biodiversiteit en klimaatadaptatie. En ook al genoemd de vragen en uitdagingen waar onze agrariërs als dragers en hoeders van het landschap voor staan. Zij leveren ook een essentiële bijdrage aan groen en wijds. Je zult het gaan ervaren, Fred. De combinatie van al deze dingen die samenhangen met onze kernwaarden staan garant voor dynamiek en voor beweging. Je bestuurlijke ervaring ligt in het wethouderschap en dan nu burgemeester zijn. Dat is misschien best even wennen. Bevorderen van eenheid van het collegebeleid, kwaliteit van besluitvorming in het college en de gemeenteraad en een zekere onafhankelijkheid in het staan boven de partijen hoort daarbij. Ook daarin zul je ongetwijfeld je eigen rol pakken met de dynamiek die daarbij hoort. En ook daar werken we graag samen. Regeren is ook vooruitzien. Een paar weken geleden heb je al samen met collega Ruud Bouter bij voetbalvereniging Meerburg een filmpje opgenomen rond het thema rookvrije generatie. Al een mooie eerste blijk van samen en samen optrekken. Als burgemeester draag je op de daarvoor gelegen momenten de ambtketen. Maar dat is maar af en toe. Zoeterwoudse collegeleden dragen voor de duur van hun ambtsperiode de zilveren klaver. Die klaver is een element uit deze ambtsketen. Graag overhandig je ik straks de doorgeefklaver. En namens het college hoop ik dat je die met plezier zult dragen. Namens het college en de ambtelijke organisatie, Fred en uiteraard Ellen, van harte welkom in onze mooie gemeenschap. Welkom als burgemeester van Team Zoeterwoude. Namens de kring van burgemeesters is nu het woord aan de heer Arie van Erk, burgemeester van Hillegom. Goedenavond allemaal, commissaris, leden van de raad, collegeleden, familie en ook degene die natuurlijk meekijken via de livestream. Ja, en uiteraard Fred en Ellen, burgemeester van Tricht. Ja, het is wat. Vorige week, of nou, een dag of 10 geleden, mocht ik je vanwege je afscheid als wethouder in Hillegom toespreken. En dat was tijdens een raadsvergadering ook. En dat was ook een heel bijzondere avond. Ik denk dat jij dat ook nog goed zult herinneren. En het was dan wel qua accommodatie wat minder, maar de woorden waren allemaal wel heel erg raak. Vanavond doe ik dat hier bij jouw installatie in een andere rol. Omdat wij als burgemeesters de afspraak hebben nu op dit moment wat voorzichtig te zijn met reizen en ergens naartoe te gaan. En ik wilde toch hier erg graag bij zijn. Dus mij is gevraagd door Cornelis Visser als voorzitter van de kring om namens de kring Leiden, Duin en Bollenstreek
een paar woorden tot jou te richten. En de rest, de collega's, die zullen zeker via de verbinding meekijken of anders terugkijken. Ik wil je namens de kring van harte feliciteren, Fred. En met je benoeming in het mooie en ook eervolle ambt van burgemeester. En tegelijkertijd dus ook welkom in onze kring. Je kent de meeste collega's al, want je bent, zoals net ook gezegd, in de regio zeker geen onbekende. Maar dat maakt het instappen misschien dus wat laagdrempeliger in ieder geval. Maar als de omstandigheden het toelaten, dan gaan we als kring toch weer heel snel een keer een bijeenkomst organiseren. Want die bijeenkomsten die zijn juist niet rondom zo'n vergadertafel of altijd in de formele setting. Maar juist dus om met de benen op tafel. En soms komt daar ook een glaasje bij. Maar om eens even te ontluchten, is even van gedachten te wisselen en elkaars mooie en wat minder mooie ervaringen ook te delen. Want burgemeester zijn kan soms best ook een eenzaam beroep zijn. Dat klinkt misschien wat zwaar, maar je hebt een rol nu, dat is ook net geschetst, die is anders dan dat je gewend was tot nu toe. Want je zult op heel veel borden, op meerdere borden tegelijk in ieder geval, moeten schaken. En dat kun je niet altijd met iedereen bespreken. Het is overigens zo dat naast je collega's als burgemeester ook een commissaris hebben. Dat wil ik ook gezegd. En de medewerkers van het kabinet die ook altijd voor je klaarstaan, een luisterend oor hebben. En waar je ook af en toe eens terecht kunt om goede raad, om maar te zeggen. Dus dat is ook goed om te weten en maak daar ook gebruik van. Ik kan je verklappen, Fred, dat de sfeer in de kring gewoon goed is. Er wordt zeker gelachen en gedold, want ook burgemeesters die houden van humor. En zeker zo nu en dan van een geintje. Maar weet ook dat de onderlinge banden die zijn sterk. En gek genoeg is dat in deze coronatijd nog versterkt. Want we zitten nu al vanaf maart nagenoeg iedere dinsdagavond een uur, anderhalf uur bij elkaar. Om de zaken rond corona te delen. Om te kijken hoe we dat managen met elkaar. En dat onder de goede leiding van Harry Lenvering van Leiden. En daarbij zie je steeds beter weer hoe je elkaar nodig hebt. Hoe belangrijk het regionale denken is. Wat hier ook gezegd is op andere dossiers, maar in dit geval is dat ook ongelooflijk van belang. En dat gaat natuurlijk verder dan onze regio Hollands Midden, waar we bij elkaar zitten. Maar toch, het is in ieder geval een bevestiging dat je elkaar ook in dit vak hard nodig hebt. Vanaf volgende week ga je daar aansluiten. Ik denk dat het volgende week dinsdagavond is, eerlijk gezegd. En dat geeft jou in ieder geval al buiten de kring om in dat gremium je plek te vinden. En het aardige is, Fred, dat je daar ook burgemeesters vanuit de kring Alphen aan den Rijn en Midden-Holland treft. En wij hebben dus de kring Leiden, Duin en Bollestreek. En het aparte is dat er één burgemeester vanuit die andere kring bij ons ook lid is. Ik zal even geen namen noemen, niet dat dat nou echt geheim is, maar dat is wel heel opmerkelijk. En dat deed mij eraan denken dat voor jou misschien dat een mogelijkheid biedt om naast lid te zijn van onze kring, ook lid te zijn van die kring Alphen, Midden-Holland. De Groene Hartkring noem ik hem dan maar. Want ja, het is gezegd, Zoeterwoude die is natuurlijk wijds en groen en eigenlijk een groene hartgemeente. Dus op zich, wat contacten daar, dat lijkt me ook niet verkeerd. Maar begrijp me niet verkeerd, Fred. We willen je niet transfereren of zo, hoor. We houden graag jou bij onze club. Over transfers gesproken, dames en heren. Ik heb bij het afscheid van Fred en Hillegom heb ik eigenlijk de parallel getrokken met het vertrek van een van je beste spelers tijdens de winterstop. Want we zitten nu halverwege die raadsperiode zo'n beetje, al over de helft. Maar zo voelt het wel en zo voelt het ook niet alleen bij mij, maar zeker bij college en raad in Hillegom. Dan maak ik misschien de mensen hier en in Zoeterwoude heel nieuwsgierig van waarom die van Tricht dan zo goed is. En waarom dat verlies dan zo groot is. Daar gaan we dan. Nee, dat ga ik u niet vertellen. Want de witte broodsweken die breken aan. Om het zomaar eens dat vergelijk te maken. En het is vooral
aan u allemaal om elkaar te gaan leren kennen. En om elkaar beter te leren kennen. Een klein tipje van de sluier wil ik wel oplichten. En dat is dat u een nieuwe burgemeester krijgt die zowel binnen als buiten het gemeentehuis u wellicht vaker zult ontmoeten en zien dan u lief is. Ja, hoe kan dat nou, zou je zeggen? Het is een burgemeester die is in topconditie en die heeft energie voor twee. En let op, die inzet verwacht hij ook van anderen. Dus u bent gewaarschuwd, als u nog wat in uw conditie wilt werken, dan is daar nog gelegenheid voor. Maar dat typeert jullie nieuwe man wel. Ik heb ook nog wat contact gezocht met een enkeling hier in deze mooie gemeente. En daar heb ik ook eens Fred wat opgehaald. Dus ik denk van nou, eens kijken of jij er nog wat aan hebt. Maar ik heb wel gemerkt dat ze hier ook van wanten weten. En het zijn heel actieve en hechte gemeenschappen. En dat is niet vreemd natuurlijk, gelet op de omvang van de dorpen. Maar wat ik ophaalde is dat er aanstaande zaterdag een voetbalderby is tussen de verenigingen Meerburg uit Zoeterwoude-Rijndijk en SJZ uit Zoeterwoude-Dorp. En ze hebben mij verzekerd, het is zonder publiek overigens, maar ze stellen jouw aanwezigheid zeer op prijs en onder het mom van een werkbezoek moet dat kunnen natuurlijk. Dus nou, ik wil je niet verplichten, maar volgens mij rekenen ze er wel op dat je komt. Ze kennen hier ook een jaarlijks cultureel festival, een open podium zoals het genoemd wordt. Ook daar waren de geluiden van nou, daar kunnen we de burgemeester ook, dat verwachten we hem wel. Want er schijnen burgemeesters geweest, ik weet niet of Liesbeth of jij dat ook gedaan hebt, maar die daar hebben gezongen. Ja, zeker, Liesbeth die knikt, ik had niet anders verwacht. Of hebben meegedaan, dus nou, ook daar kun je een uitnodiging verwachten, Fred. En wat ook deze hechte dorpsgemeenschap typeert en tekent, is dat er ieder jaar een veiling is, een missie voor een goed doel. Misschien omschrijf ik het niet helemaal goed, maar daar wordt ontzettend veel geld mee opgehaald. En daar wordt ook zeker verwacht dat jij acte de présence schreef, Fred. En dat je ook wat geld inzamelt voor het goede doel. En daar is eens een burgemeester geweest, die heeft auto's gewassen. Dus nou, je kunt alle kanten uit hier, dat heb ik wel gehoord. Het laatste opmerkelijk punt hier is, dat vond ik wel heel opmerkelijk, is dat er nagenoeg evenveel arbeidsplaatsen zijn als inwoners. En dat is vrij bijzonder. Dus genoeg bedrijven om te bezoeken. En ook vanuit het bedrijfsleven werd me toegespeeld dat de eerste uitnodigingen al bij je binnen zijn of komen. Dus je kunt je hart ophalen wat dat betreft. Kortom, Fred, iedereen staat te popelen om kennis te maken met een actieve burgemeester. En dat wordt zeer gewaardeerd, is de inschatting. Ik vertrouw erop, en dat heb jij zelf ook uitgesproken, dat er een goede match is tussen Zoeterwoude en Fred van Tricht. En ik wens je namens alle collega's van de kring alle succes en geniet er ook vooral van, want dat is ook enorm belangrijk om dat te doen. En ik feliciteer de gemeente Zoeterwoude met de uitstekende kandidaat die jullie hebben uitgekozen. Dank jullie wel. Nou Fred, dan mag ik jou nu uitnodigen voor je installatiereden als nieuwe burgemeester. Nou, Staarton, goedenavond allemaal. Laat ik beginnen met de sprekers tot nu toe. Commissaris, Arjan, Ton, Arie te bedanken voor hun mooie woorden, hun warme welkom in deze mooie gemeente Zoeterwoude. Ik heb al wat opdrachten gehoord, zo hier en daar tussen de regels door. Ik heb wat verwachtingen gehoord, Arie, die jij hebt opgehaald bij de inwoners, ik weet niet wie het waren, misschien wel raadsleden. En daar ga ik natuurlijk mijn uiterste best voor doen om die waar te maken. Ik denk dat jij, Arie, aan de lijf hebt ondervonden dat me in die zin naar buiten treden niets te veel is. En dat ik dat ongelooflijk leuk vind om juist de gemeente in te gaan en u te leren kennen. Bedrijfsleven, inwoners, iedereen, om met elkaar te kijken hoe mooi we deze gemeente verder kunnen maken.
Ik ga toch beginnen aan mijn briefje. Ik heb hem voor deze keer uitgeschreven, ben ik niet gewend. Want meestal doe ik het uit steekwoorden en probeer ik daar een goed verhaal van te maken. Maar vanavond heb ik hem netjes voor u uitgeschreven. Beste raadsleden, collegeleden, Griffie, kijkers via de livestream en lieve familie en vrienden. Op 13 juli, de dag dat uw gemeenteraad mij voordroeg als nieuwe burgemeester van deze mooie gemeente Zoeterwoude, leek dit moment nog best ver weg. Het is nu echter zover. Als er tussen nu en een minuut of 10 geen gekke dingen gebeuren, Ton en Mathieu, dan zullen jullie die ketting en die hamer echt moeten inleveren. Er zullen in de toekomst echter ongetwijfeld momenten zijn dat ik deze graag nog weer even aan jullie uitleen. En volgens mij gaan jullie daar met plezier dan mee aan de slag. Voordat ik een kijkje in de toekomst neem, voor zover dat al kan, de coronacrisis bewijst hoe lastig dat is, wil ik toch graag nog even achterom kijken. En ik moet heel ver kijken, Liesbeth, fijn dat je er bent. Afgelopen vrijdag heeft Liesbeth Bloemen afscheid genomen als burgemeester van de gemeente Zoeterwoude. Bijna 16 jaar heb jij je met hart en ziel ingezet voor deze prachtige gemeente en aan dit ambt met verve invulling gegeven. Dat blijkt wel uit de woorden die tot jou gesproken zijn en de mooie reacties die je hebt gekregen tijdens je afscheidstournee. Liesbeth ontmoet heette die en velen hebben daar gebruik van gemaakt en inderdaad de ontmoeting met jou gezocht. En dat heeft je nog weer zo op het eind van je carrière nieuwe inzichten opgeleverd, Liesbeth. Hoe mooi Zoeterwoude eigenlijk is, hoe hard daar gewerkt wordt. Vanaf deze plaats wil ik jou dus heel hartelijk bedanken, Liesbeth, als nieuwe burgemeester voor jouw tomeloze inzet voor Zoeterwoude. Ik wens jou nog een groot aantal mooie jaren toe. En wanneer ik denk dat dat voor heel veel anderen ook geldt, langs het van jou gemaakte schilderij in het gemeentehuis loop, zullen wij met respect aan jou terugdenken. En met veel plezier, want dat is beloofd, Liesbeth, heb ik gezien tijdens de livestream, gaan wij samen de ontmoetingsbank die in de buurt van jouw woning geplaatst gaat worden, gaan we in gebruik nemen. Ik zie daar naar uit. Dankjewel. Misschien dat een applaus nog op zijn plek is. Ze heeft net al een prachtig applaus gekregen, maar u vraagt zich nu allen wellicht af of de gemeente Zoeterwoude nu in een enorm groot zwart gat gaat vallen. Want wat voor vlees krijgt u nu in de kuip? Welke keuze heeft u nou toch gemaakt? Wat hebben wij in huis gehaald? Wat heeft u in huis gehaald? De toekomst zal dit vanzelfsprekend gaan uitwijzen, maar ik probeer u toch al enigszins te gerust te stellen. Van huis uit hebben wij, mijn broer, mijn zus en ik, een aantal zaken meegekregen. Respect voor een ander. Gewoon doen is al gek genoeg en wanneer je ergens voor inzet, doe dat dan met volle overtuiging en inzet. En ik denk te kunnen zeggen, u moet het zelf maar gaan ervaren, dat er nog aardig in zit. Wij gaan dus respectvol met elkaar om, maar we kunnen het ook wel eens respectvol met elkaar oneens zijn. Mocht u deze eigenschappen niet in mij terugzien, herinner me aan deze uitspraken, want dan wordt het tijd dat ik hier zelf ook weer eens aan terug ga denken. Maar ik denk dat dat mee gaat vallen. Iets anders dat naar mijn mening het besturen zo leuk maakt, is de ontmoeting met anderen. En misschien lijken we daar wel op elkaar, Liesbeth. Natuurlijk met gemeenteraad, college en organisatie, maar vooral ook met de inwoners. Dichtbij zijn, in gesprek zijn met de inwoners, dat kan in een gemeente van de omvang van Zoeterwoude nog vrij makkelijk. Dat kan nog heel goed eigenlijk. Ook de inwoners maken deel uit van Team Zoeterwoude. Dat inwoners graag meedoen, hebben ze bijvoorbeeld laten weten tijdens de opstelling van de profielschets. Maar liefst, en even maar precies, commissaris, 328 respondenten hebben gereageerd op dat profiel. Wat zou daarin moeten komen te staan? En kort samengevat, volgens de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de heer Baks, en hij zei het vanavond ook weer, stond daarin: wij moeten gewoon een nieuwe Liesbeth hebben.
Nou, dat is gelukt. Ziet u vast al 2 druppels water. Ik zie er naar uit om u, inwoners, verenigingen, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven te ontmoeten, kennis te maken met elkaar en uit te wisselen wat ons bezighoudt en waar wij elkaar wellicht kunnen versterken. Initiatieven vanuit de Zoeterwoudse samenleving zijn waardevol en zeker wanneer een wederzijds, en we kennen het uit Hillegom Arie, ja mits mentaliteit is, Dan moet het mogelijk kunnen zijn om Zoeterwoude nog mooier te maken dan het al is. En via Fred ontdekt het zoeterwoude.nl. Ik weet niet of die al in de lucht is, Sandra. Ik weet niet waar je bent, maar maak ik graag een afspraak met u. Dus aan de slag, laten wij elkaar gaan ontmoeten. We hebben elkaar hard nodig. De decentralisatie van de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, de participatiewet en ook de maatschappelijke zorg, met als centraal thema zelfredzaamheid en het vergroten daarvan, vraagt veel van inwoners en gemeenten. Van de samenleving, van het samenleven, wordt veel gevraagd. Het is fantastisch dat in een gemeente als Zoeterwoude, dat in de gemeente Zoeterwoude, er veel gemeenschapszin is. Men is bereid elkaar te helpen, elkaar bij te staan. De Zoeterwouwers, ik moet nog een beetje aan het woord wennen, want je zou toch Zoeterwoudenaren zeggen, maar Zoeterwouwers heb ik begrepen. Ja, er wordt hier geknikt, dus dat mag ik niet meer fout doen. Zijn bereid elkaar te helpen, elkaar bij te staan. En hebben het hart op de goede plaats. Belangeloze inzet voor elkaar. De verenigingen, maatschappelijke organisaties, is letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar. In Zoeterwoude lijkt het zo vanzelfsprekend om je steentje bij te dragen. 20% van de inwoner is vrijwilliger. Maar we mogen niet vergeten dat dat niet zo gewoon is. Ik kan niet genoeg uitdragen en daarom doe ik dat bij deze eerste kennismaking direct, dat ik enorme bewondering heb voor de belangeloze inzet voor elkaar. Voor de Zoeterwoudse samenleving. Ik hoop dat u dit blijft doen. En daar waar ik u een steuntje in de rug kan geven, doe ik dat erg graag. Door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op welk evenement dan ook, waar u ook maar dat steuntje in de rug kunt gebruiken. Ik denk overigens dat ik namens het hele college spreek dat die waardering er is en dat we die graag ondersteunen. Nu al dank voor uw inzet. Overigens, ik heb wel eens begrepen dat je pas in Zoeterwoude mag komen wonen als je vrijwilliger bent. Ik hoop dat u er voorlopig even genoegen mee neemt dat ik al veel vrijwilligerswerk heb gedaan, maar nog niet in Zoeterwoude. Maar wellicht gaat dat komen. In ieder geval is in één opzicht mijn transfer van Hillegom naar Zoeterwoude niet vreemd. Beide gemeenten huisvesten een bierbrouwerij. Vindt u misschien bijzonder, maar het is wel zo. Ik ga er nog even op door. Ik heb daar deze mooie gemeente niet op geselecteerd. Niet om die reden gesolliciteerd. Dat is puur een toevalligheid. Ik bedoel, ik lust best een biertje. Maar daar hoef je nou niet direct een bierbrouwerij voor in je gemeente te hebben. Dat de ene brouwerij in Hillegom Klein Duimpje heet en de andere Heineken zegt misschien iets over hun marktaandeel. Maar alle gekheid op een stokje. Het is bijzonder dat Zoeterwoude als mooie, maar laten we eerlijk zijn, toch kleine gemeente, zoveel bedrijvigheid binnen de grenzen heeft, waaronder internationaal vermaarde bedrijvigheid. Er wordt hard gewerkt in Zoeterwoude. De handen worden uit de mouwen gestoken. Dat geldt ook voor de vele agrariërs die, en het is al eerder gezegd, hoewel ze zich geconfronteerd zien met wet en regelgeving die het boeren soms niet makkelijk maakt, nog steeds hun heerlijke zuivelproducten maken waar ze onbekend staan. Wij, Ellen, mijn vrouw en ik, gaan daar ongetwijfeld kennis mee maken en van genieten. De doorzettersmentaliteit van de ondernemers is een groot goed. Deze draagt bij aan de werkgelegenheid van de lokale, maar zeker ook, en dat is ook al vaker genoemd, regionale economie.
Daar waar ondernemers en gemeenten elkaar kunnen ondersteunen en versterken, moeten wij dat dan ook zeker niet laten. Weer even zoeken. U heeft hem waarschijnlijk al door. De kernwaarden sociaal en ondernemend van onze gemeente, kan ik nu zeggen, zijn zojuist de revue gepasseerd. Weids en groen zijn de andere twee. Het Weidse groene landschap is natuurlijk fantastisch mooi. Velen genieten er als inwoner en of recreant van en roemen Zoeterwoude erom. Het heeft een enorme aantrekkingskracht en vanzelfsprekend zullen wij daar zuinig op moeten zijn. De vergroening, ofwel verduurzaming, is echter ook een flinke uitdaging. Natuurlijk leven wij voor onszelf in die zin dat wij nu een prettig leven willen hebben. Echter, na ons komen nog vele generaties waarvoor wij ons ook verantwoordelijk moeten voelen. En dan zullen wij andere energiebronnen moeten aanboren. Dit kan en zal waarschijnlijk effect hebben op de omgeving. Een ander vraagstuk is daarnaast ook nog, ook eerder aan de orde geweest, hoe wij ervoor zorgen dat Zoeterwoude een vitale gemeenschap blijft met voldoende voorzieningen. Dat wij voor onze eerste levensbehoeften, tussen aanhalingstekens gewoon, in onze directe omgeving terecht kunnen en dat onze verenigingen voldoende leden kunnen blijven houden om zo hun belangrijke rol in onze gemeenschap te kunnen blijven spelen. Dat vraagt iets van ons woningbouwprogramma, waarbij vragen spelen als wat bouwen wij, hoeveel bouwen wij, maar ook waar bouwen wij. En dat is met groen is dat natuurlijk best een lastige. Ik heb natuurlijk al gezien dat er heel wat mooie plannen gerealiseerd zijn, op dit moment gerealiseerd worden. En dat er ook mooie plannen op de rol staan. Dat is prachtig. Wij zullen hier continu een vinger aan de pols moeten houden. U voelt het al. Hier ontstaat een spanning tussen weids, groen en vitaal. En steeds weer zullen wij een zorgvuldig afgewogen keuze moeten maken. Hiervoor sprak ik al even over de energietransitie. Typisch zo'n onderwerp waarvoor gemeenten gezamenlijk aan de lat staan. Natuurlijk kunnen gemeenten hun eigen inwoners stimuleren zo duurzaam mogelijk te leven. Zonnepanelen, warmtepompen, gebruik van energiezuinige apparaten, noem het maar op. De opgave voor Nederland en deze regio is echter veel groter dan het per huishouden toepassen van deze mogelijkheden. Hier zullen gemeenten gezamenlijk op moeten trekken. Op het gebied van de energietransitie gebeurt dat op de schaal van Holland-Rijnland. En Zoeterwoude neemt daar vol overtuiging aan deel. Niet, Mathieu, meneer Paardenkoper, als brullende muis, maar op inhoud. En daarmee moet je je positie als kleinere gemeente zien te verwerven. Zo zijn er meer onderwerpen die een regionale blik en ook een provinciale blik nodig hebben. Ik noem de economie, ik noem de infrastructuur en zo zijn er wel meer onderwerpen te noemen. Om als regio maximaal te kunnen presteren, is het goed om je medeverantwoordelijk te voelen voor de regio. Wat goed is voor de regio is, ik zet het woordje vaak er toch maar even tussen, goed voor Zoeterwoude. De vraag stellen wat levert het Zoeterwoude op, is vanzelfsprekend legitiem en een belangrijke vraag, maar het mag niet de enige vraag zijn die gesteld wordt wanneer het over regiobrede vraagstukken gaat. Dat Zoeterwoude daarbij Zoeterwouds moet blijven, is belangrijk zoals respondenten aangaven tijdens de consultatie voor de profielschets. De moraal van dit verhaal tot nu toe, u bent nog niet van mij af, is wat mij betreft alleen kan je veel, samen kun je meer. Dat geldt voor de samenwerking tussen alle partijen. Inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, ondernemers en partners in de regio. Laten wij elkaar stimuleren en uitdagen. Ik sta hier dan wel als uw nieuwe burgemeester, maar het is al gezegd, de burgemeester in Zoeterwoude heeft ook een aantal inhoudelijke portefeuilles.
En daar zou ik toch nog een paar woorden aan willen wijden. De portefeuilles jeugd, onderwijs en gezondheid, daar mag ik me mee gaan bemoeien. En dat zijn portefeuilles die mij zeer aanspreken als, en het is al een hele tijd geleden, oud-leraar lichamelijke opvoeding. Misschien kan ik het zelfs wel mijn passie noemen. Het is een cliché, maar onze jeugd is onze toekomst. Het gaat goed met de jeugd in Zoeterwoude. Het percentage jeugdigen met jeugdhulp ligt hier maar een fractie boven het landelijk gemiddelde, terwijl dat in Holland-Rijnland als geheel een veel hoger percentage boven het landelijk gemiddelde is. Wij kunnen echter niet achteroverleunen en moeten ervoor zorgen dat dit zo blijft. Of nee, eigenlijk moeten wij ervoor zorgen dat dat percentage nog verder omlaag gaat. En dat kunnen we doen door vroeg te signaleren, zo vroeg mogelijk, en zo vroeg mogelijk meer informele ondersteuning te geven, zodat die professionele hulp zo lang mogelijk of helemaal achterwege kan blijven. Moderne scholen bouwen is belangrijk en dat gebeurt ook in Zoeterwoude, dat is mooi, maar dat alleen is niet genoeg. Het is van belang dat kinderen, om welke reden dan ook, die om welke reden dan ook voor kortere of langere tijd geen of minder onderwijs kunnen volgen, ondersteund worden om op welke wijze dan ook hun leerrecht te waarborgen. Van groot belang. Hiervoor is een goede samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs van groot belang. Holland-Rijnland, en ik heb me er zelf een beetje mee mogen bemoeien, vond ik erg leuk, is door innovaties op dit vlak een van de inspiratieregio's in Nederland. Het lijkt mij goed om als Zoeterwoude aangehaakt te blijven, stevig aangehaakt te blijven. Als het gaat om gezondheid, gaat het niet meer om dat pilletje om er fysiek weer bovenop te komen. Gezondheid is veel meer dan alleen maar fysieke gezondheid. Sociale contacten, een dak boven je hoofd, financiële zelfredzaamheid, beweging, gezond eten. Het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op jouw ervaren gezondheidsgevoel. Voor mij gaat het om leefstijl. Voor zover ik in de korte tijd tot nu toe heb kunnen beoordelen, heeft Zoeterwoude heel veel in huis om onze inwoners, voor zover ze dit al niet doen, te bewegen, letterlijk en figuurlijk, tot een gezonde leefstijl. Het zou fijn zijn wanneer de provincie, en dan kijk ik toch even naar de commissaris, ook daar een stimulerende rol kan gaan oppakken. Misschien meer dan nu, misschien wil hij het er eens met zijn gedeputeerde over hebben. Ik heb het met mevrouw Bom overigens ook al een keer gedaan en ik hoop dat daar iets uit gaat komen. Mooie onderwerpen, beste allemaal, om met elkaar uit te diepen. Ik kan er zeker na het vorige onderwerp, en er is vanavond al meer over gezegd, niet omheen. De coronacrisis, het coronavirus, houdt ons in de greep. Alhoewel Zoeterwoude er tot nu toe relatief ongeschonden uitkomt, is dat geen reden om te denken dat het ons in de toekomst niet zwaarder zou kunnen treffen. Om die reden roep ik alle Zoeterwouwers, ik doe het meteen goed, op om zich te houden aan de regels die er zijn. Houd 1,5 meter afstand, was je handen regelmatig, nies in je elleboog en vermijd bijeenkomsten die boven het aantal toegestane aanwezigen uitgaat. Ik lijk een beetje een schoolmeester, ben het misschien ook nog een beetje, maar laten we het doen. Ook deze bijeenkomst is om die reden in aangepaste vorm georganiseerd. Ik realiseer mij dat er veel van u, van ons allemaal, gevraagd wordt. We hebben nu eenmaal behoefte aan sociale contacten. Echter, nu de regels goed opvolgen, voorkomt dat later strengere maatregelen getroffen moeten worden. Dat zou echt nog veel erger zijn. Beste allemaal, het wordt tijd om af te ronden. Ik heb even getwijfeld of ik ook het refrein van de ode aan Zoeterwoude voor u zou gaan zingen. Ik kan u geruststellen, ga ik niet doen. Ga ik ook niet op het dorpsfeest doen of op het cultuurfestival. U wordt daar niet blij van. Het zou letterlijk en figuurlijk een valse start zijn. Er is echter één ding wat ik nog wel even met iedereen wil afspreken en dan
doe ik dat in de traditie van mijn voorganger. Wij doen ook de komende periode niet aan rampen, Lisbeth. Dat wil ik even met u afspreken. Ik hoop dat u zich daar net zo goed aan houdt als in de vorige hele lange periode. Dan nu echt de afronding. Dat doe ik met een tekst uit het bericht dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag verspreidde. En als ik het voorgelezen heb, dan denkt u misschien had het daarbij gehouden. Dan hadden we veel sneller klaar geweest, maar ik doe het toch eventjes. Ik begin vandaag als burgemeester in de gemeente Zoeterwoude. Zoeterwoude was, en ik moet nu zeggen is, voor mij aantrekkelijk omdat ik zocht naar een gemeente met het dorpse, en dat in de goede zin van het woord, sfeer. Prettig wonen, gemeenschapszin sociaal. Tegelijkertijd een dynamische omgeving met veel bedrijvigheid. En niet te vergeten, de groene wijdsheid van de gemeente in het groene hart is natuurlijk zeer aantrekkelijk. Ik ga mij ervoor inzetten dat Zoeterwoude een fijne gemeente blijft om in te wonen, werken en recreëren. Een groene gemeente met aandacht voor een duurzame omgeving, maar ook op sociaal en economisch gebied. Een gemeente waar inwoners iets voor elkaar over hebben en prettig met elkaar samenleven. De vertrouwenscommissie sprak in de profielschetsvergadering over het oliemannetje. Dat ga ik proberen te zijn voor de inwoners, de politiek, de ondernemers in Zoeterwoude, maar ook regionaal buiten Zoeterwoude. En natuurlijk ook voor de ambtelijke organisatie. Een verbindende factor die zelf ook uitstraalt hoe leuk Zoeterwoude en hoe leuk het in Zoeterwoude is. Dank u wel. Meneer de voorzitter, burgemeester van Tricht. We zijn aan het einde gekomen van de vergadering en nu gaan we een beetje een ingewikkelde schouwspel doen. De ambtsketen wordt even schoongemaakt en die wordt hier op tafel neergelegd. En ik heb u de eer de voorzittershamer te overhandigen. Dat doen we eventjes op deze manier. En ik zou u graag willen uitnodigen om de vergadering te sluiten. Nou, beste aanwezig dames en heren, alle luisteraars, kijkers via de livestream. Het was een bijzondere raadsvergadering. Ja, zo heette die ook, dus ja, dan moet die ook bijzonder zijn. Het zou toch mooi zijn als we het allemaal iedere keer zo zouden kunnen doen. Maar dat gaat vaak, dat zal vast anders gaan worden. Maar laten we hopen dat we het met elkaar kunnen gaan doen. Dat we ons ervoor inzetten dat we het met elkaar kunnen gaan doen. En dat wij het respectvol met elkaar eens, maar ook wel eens respectvol met elkaar oneens kunnen zijn. Als ons dat gaat lukken, dan gaan we denk ik een mooie tijd tegemoet. En ik denk dat ik me daarvoor ingezet heb, dat kan ik in ieder geval voor mezelf uitspreken. Maar ik geloof zomaar dat u dat ook gaat doen. Bedankt voor uw aanwezigheid bij deze bijzondere raadsvergadering. Ik mag hem voor de eerste keer in deze rol gaan sluiten. Dank u wel voor uw aanwezigheid. De vergadering is bij deze gesloten.